Ik ben Adriaan Korthuis van Adem in Rotterdam. Wij voeren actie voor schone lucht in Rotterdam. De lucht hier in Rotterdam is vies, veel te vies en overschrijdt gewoon alle normen. Met enige regelmaat hebben we een actie waardoor dat zichtbaar wordt en waardoor bij de gemeente de druk op de ketel blijft om er iets aan te doen. We hebben bijvoorbeeld mondkapjes opgehangen aan alle standbeelden in Rotterdam. We hebben doodskisten in felle kleuren langs de invalswegen van de stad gezet. 3 jaar eerder dood. En kinderen stikken door autoverkeer. Die schokkende teksten staan sinds vandaag op felgekleurde doodskisten langs Rotterdamse wegen. We hebben vorig jaar bij het feestje ter ere van de Maastunnel hebben we alle gasten van de receptie geïnterviewd en gefilmd of ze liever schone of vieze lucht willen hebben. Binnenkort hebben we weer een actie, een hele zichtbare actie. Ik kan daar nog niks over vertellen, maar ik weet zeker dat niemand die actie zal ontgaan. Als je voor schone lucht actie voert, dan kom je andere actiegroepen automatisch tegen. Zo ook Milieudefensie. Dus eigenlijk vanaf het eerste moment dat wij begonnen, zijn we ook in contact geweest met Milieudefensie en hebben met Milieudefensie samengewerkt. De actie voor gezonde lucht van Milieudefensie is echt ontzettend goed. Ontzettend noodzakelijk ook, want de luchtkwaliteit in Rotterdam en de luchtkwaliteit in andere steden in Nederland is gewoon niet goed. We ademen te vieze lucht in met alle gezondheidsproblemen van dien.